Luister. Nou, we zijn nu... Dag. Oké. Okay. Nou. Nou. Hoi. Ogen dicht zo scannen. Ja, kijk. En Lucy ook hoog? Hoe leuk we ze vinden. Die is mooi. Champ. Oei. Ik ga de trein stoppen. Ja, Lucy heeft een dikke duim omhoog. Dat is ook leuk. Ah, dat is jammer. Ah, ik denk dat ik... Oh. Dus niet heen, kinderen. Naar deze gegaan. Toch naar speeltuintje. Oh, heerlijk. Heb jij dat gedaan? Oh, in de bakfiets? Ah. Ik zag hem niet, waar? Doei! Auw! Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familie Vloggers, en jawel, het is vandaag vrijdagochtend. 8 mei. En het zonnetje is net lekker aan het opkomen. Het is 6:30 's morgens. Je hoort een vogel te sleutelen. Ik heb een lekker kopje koffie gezet en Farah en Duan, Lucilla en Luxie, die hebben nog lekker te slapen. Maar kijk vandaag weer gezellig, net als mijn lieve boezelin Pipje, die is natuurlijk ook alweer wakker. Goedemorgen lieve Pip, heb je lekker geslapen? Goedemorgen lieve Pip, ook lekker gedroomd. Kom maar, en vrij. Ja, lekker hè. Och, zo lekker hier buiten. Dat is een lekker wandelingetje, boezel Pip. En nu weer lekker terug naar huis. En daar zijn mijn lieve prinsessen. Goedemorgen, Luxie. Heb je een mooi jurkje, maak eens een rondje. Wow, die draait mooi. Is dat de oude jurk van Lucilla toevallig? Ja. Ja, die pas jij nu, hè? Heb je lekker geslapen? En kijk eens, Lucilla, kom jij eens aan. Maak jij eens een rondje. Kijk eens. Oh. Wow, die van jou draait ook zo mooi. Mag ik even een ochtendknuffeltje? Lieve meisjes, met jullie mooie jurken. Kom, knuffeltje, papa moet even de afspraken doen. Mag ik een kusje? Papa gaat jullie missen, maar dan ben ik straks weer terug. En veel plezier met mama en Luan, hè? Doeg! Wij zijn inmiddels al aangekleed en wel. En wij gaan er even lekker op uit. Daniel die heeft een afspraak, dus ik ga eventjes voor het eerst weer een heel erge tijd met de kinderen even naar de Action. Want ze willen wat knutselen, want het is bijna... Moederdag! Ja. Ik heb wel een tekening gemaakt, maar ik ga nog iets maken. En ze gaat nog iets maken. En Luan wil ook zelf wat uitzoeken. Dus we gaan heel even naar de Action met de bakfiets. En misschien dat we daarna ook nog lekker een rondje gaan fietsen door de stad. Ik neem jullie wel mee in de bakfiets. En niet op je eigen fiets, want ik denk dat anders het rondje iets te lang wordt. Omdat dan... Ja, we hebben een keertje een lange pikkeliger dan met oom en lange rondje. Ja, dat weet ik schatje. Maar als we ook nog helemaal rond Zwolle een rondje gaan fietsen en zo, dan... Misschien word je dan iets te moe en dan kan ik niet ook nog in jouw fiets aan alles in de bakfiets doen. Nee. Goed? Dus als we iets minder lang gaan fietsen, mag je zelf fietsen. Maar nu gaan we toch echt even met de bakfiets en de kinderen ook in de bakfiets. Eerst even naar de Action toe. Moeten we wel heel voorzichtig zijn, want we mogen niks aanraken. Alleen mag mama iets aanraken, maar wij niet. Ja, je mag wel wat uitzoeken wat je wilt knutselen. Ja, ja? Dat mag wel. Mama het pakken. En dan, ja. Ja, je mag het zelf ook wel pakken. Alleen je moet niet overal aan gaan zitten. Nee, dat niet. Doe gewoon heel voorzichtig met corona. Hè? Ja. Maar het is allemaal al wat, de corona is al bijna, het is al wat minder geworden. Dus de regels zijn al wat versoepeld. Dus vandaar dat jullie weer eindelijk een keertje mee mogen naar de winkel, hè? Ja. Dat is wel leuk. Nou, wij gaan lekker in de bakfiets. Papa die gaat ook naar, die heeft een afspraak, jongens. Dus die gaat helaas pindakaas niet mee. Nou ja, ik weet ook niet of hij zo leuk vindt om in de Action rond te lopen met ons. Als ik heel eerlijk ben, dus ik denk dat hij zoiets heeft van yes. Eventjes lekker mijn ding doen. Nou, hallo, goedemorgen vader. Ja, goedemorgen. Heeft de bakfiets al klaargezet? Ja, ik heb hem klaargezet. Gezellig in het bakfietsje met z'n allen. Woes en Pip mogen we hier blijven. Ja, Woes en Pip, kom in de bench. Kom maar jongens, jullie mogen in de bench. Alle kindjes in de bakfiets. En ik neem ook nog even mijn picknicktasje mee. Kijk, die had ik al niet gedaan. Ik had even wat brood gesmeerd voor onderweg. Als we straks ergens misschien een leuk speeltuintje of zo tegenkomen, dan heb ik ook lekker een broodrommeltje bij. Nou vader. Telefoon, alles mee. Heel veel succes met je afspraak. Ja, ik ga dan mijn ochtendafspraak. En dan zien we elkaar vanmiddag weer. Veel plezier. Doeg. Nou, wij gaan nu en papa die is daar. Ja, papa! En we gaan even naar de Action. En dan gaan we daar een sling ophalen. En we gaan naar allemaal speeltuinen. En dit is Luxie. Hoi! Hoi! En dit is Lucilla. Hoi. En naar de Action. En je weet het, we blijven altijd 1,5 meter afstand. We zijn
gedaan. Kijk, zie je dat groot gebouw? Ja! Ja, kom er maar uit. Oh, Luxie, wil ik de tas maar hier blijven, Luxie? Dat is de straat. Ja. Nou, we gaan nu naar de action toe. Ja. Wat zei je nou, Lu? Dit voelt wel raar, zei jij, hè? Ik vind het wel heel erg. Ja, je hebt natuurlijk ook hekken staan. Je mag opeens buiten staan, ja. Iedere keer moesten jullie in de auto blijven zitten, hè? Ja, jullie zijn al heel lang niet meer in de action geweest. Maar bij ons is de action vernieuwd. Dus jullie kijken je ogen uit nu, hè? Ja. Beste klanten, voor jou en onze veiligheid is het gebruik van een nieuwe of mandje verplicht. Zie je dat? Vragen wij anderhalve meter afstand te houden. Ja, ook. Contactloos af te rekenen met pin of mobiele telefoon. Ja, dat doen we ook. En de voorzorgsmaatregelen te volgen. Nou, toppie dan jongens. Dan kan iedereen snel en rustig winkelen. Zie je dat? Bedankt voor de medewerking. Zo helpen we elkaar. Hé, hey, zien jullie dat? Goed, hè? Dus hou je gewoon netjes aan de regels. Dan kunnen we lekker gewoon hier in de winkel rondlopen. Ja, zie je wat? Oké, nou, ze mogen dus wat uitzoeken wat ze willen knutselen voor moederdag. Nou, we zijn nu in de action. We gaan nu even zoeken wat we willen. Weet jij al wat je wilt, Lu? Ja. Misschien een beetje vers, maar dat je... Nou, ik ga nog verder zoeken. Even kijken. Ik heb al iets uitgekozen. Dit. Weet ik niet. Van moederdag. Oké. Okay. Nou, Luan gaat een schilderwerkje maken, ja, zo te zien. Oké. Okay. Ze wil ook een schilderwerkje maken. Even naar de speelgoed. Natuurlijk. Mama, niet zoveel kunnen veranderd. Zo, jongens. Hier zijn we op de knutsel speelgoedafdeling. Deze? Van moederdag? Nee. Van moederdag. Nou, kijk. Oh, dit is ook leuk. Nu iets van moederdag, hè? Niet alle dingen. Ja, maar die wil ik wel houden. Deze, die luxe vast. Hier. Heb je iets gevonden nu? Ja. Ik mag niet kijken. Oh, ik mag niet kijken. Oké. Okay. Luxie, wat heb je, Luxie? Wauw, wat is dat? Ik heb ook een. Dat is mooi. Het is een zeemerminnenstokje. Met een schelp erin. Een paal. Mooi. Dat is heel mooi, liefie. Je maakt dit. Ja, dit ik zie het. Aan en uit. Nou, nu gaan we afrekenen, jongens. En dat gaan we zelf doen met de zelfscankassa. Oh, mama, mag ik gaan we zelf scannen. Wat is dit? Bijna. Wat heb jij een mooie spuit? Stille, voor jou. Hier
stemmen. Ik ga hem even scannen. Kijk eens. Ja. Kom maar, kom in de tas. Ja. Ja. Ja, bijna. Mam, even dit tasje. Hey! Hè? Geluk. Het is voor jou. Dit heb je twee keer gedaan. Jongens, even. Nee. Nou, we hebben alles. Dan gaan we weer. Boodschapjes gedaan. Knutselwerkjes in de bakfiets. Wat betekent dit? Dit betekent dat je hier niet mag staan. Voor de corona is dat allemaal. Dat je zo goed afstand kan houden. Nou, we hebben de knutseldingetjes en de moederdagdingetjes binnen. Dan gaan we in de bakfiets. En dan zullen we eens kijken of we ergens een leuk speeltuintje kunnen vinden. Oké. Okay. Vinden jullie dat leuk? Ja, Luxie of best Luxie? Zullen we even naar een speeltuintje toe? Langzaam, dat is misschien wel leuk, hè? Gaan we eens even kijken of hier een leuke speeltuintjes in de buurt zijn. Wat we nog wel even gaan doen, is even de handjes schoonmaken. Kijk eens, doekje voor jou. Goed de handen schoonmaken. En hier in de prullenbak gooien. Luxie, doekje. Kom maar. Zo. Ja. Zo. Andere hand. Andere hand. Kijk, en we hebben hier de prullenbak. Zo, allemaal weer in de bakfiets. Er is een waaiertje mee. Ik zie het ook een waaiertje. Wil je dit een eindje halen? Ja, dan moet je trekken. Alvast. Ja, hij is eraf. Nee. Zo jongens, nou dan gaan we eens even kijken of we een speeltuin kunnen vinden. Goed? Ja. Nu we toch zo lekker op de bakfiets en het fietsen zijn, gaan we eens even kijken of we ergens een leuk speeltuintje kunnen vinden. Waar de kinderen even lekker hun energie kwijt kunnen. En ik moet even denken, we hebben natuurlijk meerdere speeltuintjes in Zwolle. Misschien kunnen we wel langs wat meerdere speeltuintjes. Vinden jullie dat leuk? Ja. Jawel, hè? Nou, dan gaan we eens even kijken waar we als eerste heen kunnen. We waren net bij de Action en we hebben allemaal leuke spulletjes. Hè? En ook voor moederdag een paar spulletjes voor ons om lekker mee te spelen. Om een beetje thuis te voor laten hangen. En ja, we gaan nu naar een speeltuin en dan gaan we naar huis toe. Dus kunnen we even lekker de energie kwijt. Ik ben hier nog nooit geweest, maar jongens, ik fiets hier langs een speeltuintje. Zullen we eens even kijken of dit wat is? Ja. Ik zie ook helemaal niemand. Dus jullie kunnen in alle rust met voldoende afstand spelen in het speeltuintje, jongens. Nou, grappig hè, we wonen in Zwolle. Kom je zo ergens op plekken als je een beetje rondfietst, waar je eigenlijk nog nooit bent geweest. Maar dit ziet er wel leuk uit. Je hebt hier van alles te doen, jongens. Hier hebben we een paardje waar je overheen kan lopen. Hier heb je hout liggen. Daar heb je van alles. Lucilla heeft daar alle schommel gevonden. Dat heb je glijbaantje. Het ziet er best wel leuk uit. Daar heb je van die draaistokken. Wil Luxie ook op de schommel? Ja. Ja, wil je er ook op? Ja. 1, 2. Nee, zo. Ja, die geef maar aan mij. Zo. Oké, nou. Zijn jullie er klaar voor? Willen we hoog, laag of gemiddeld? Hoog. Hoog. Wat lukt je ook hoog? Ja. Ja? Nou, oké, daar gaat hij, hè? Die hoog. 1, 2. Wow. Eeuw. Wow. Dat goed. Is hij zo goed? Ja. Nou, dan ga ik eens even kijken waar Luan zit. Terwijl de meisjes daar aan de schommel zijn, zitten, ligt hier iemand. Hé, luiwammes. In een hangmat. Hé, hey, dat is wel een leuke hangmat. Ja, en kijk, een klein hekje. En ja. Zullen we daar samen in gaan liggen? Ja. Mama. Ja. Weet je wat een leuk idee is? Ik fietste hier toevallig langs dit speeltuintje en ik wist helemaal niet dat hier een speeltuintje in de buurt was. Maar misschien is het wel leuk als we gewoon gaan fietsen langs bepaalde speeltuintjes. En dan gaan beoordelen hoe leuk we ze vinden. Is dat een leuk idee? Ja. We gaan eerst deze speeltuin testen. Oké, dit is de speeltuin nummer 1. Nou, we hebben in ieder geval een schommel, dat is voor Lucilla en Must. En een klimrek. Kijk, en ze hebben hier ook van die leuke klimpaaldingetjes. En een origineel hangmatding. Lucilla die kan heel mooi balanceren over deze boomstroom die hier ligt. En Luan die gaat eens kijken hoe hoog die komt in deze klimpaal. Oh, dat is inderdaad een soort trap, ja. Ik zie het. Ja. Ah, Luxie, wil jij in de hangmat? Laat maar zitten. Die is mooi. Ik ben goed. Is die leuk? Ja, heel.
Hoi, Lexi. Hoi. Oh, Sil, jij bent ook al hoog. Ik ga dan. Ik ga zo. En dan moet je eraf springen. Jump. 1, 2. Jump. Goed zo. Wat zien we daar? Hoi. Hoi. Ja, dat is een glijbaan. Hoi, zegt Lexi. Dat is een glijbaan. En een hele leuke glijbaan. Wat me opvalt in dit speeltuintje is dat heel veel dingen natuur zijn, zeg maar. Dus ze hebben hier bijvoorbeeld een glijbaantje gemaakt op de berg. Kijk, en het trappetje naar boven is dat. Dus het ziet er heel leuk uit. Ja, stenen. Oei, goed zo, Lexi. Oh, wat grappig. Kun je hier helemaal overheen lopen? Lux, kom maar mee. Mag mama je een hand vasthouden? Ja. Ja, hè? Nou, ga daarop staan. Die. Ja, en nou naar die. Hallo, heeft een stuk langere benen. Kijk, dus die kan zo als een speer de berg op rennen. Ja. Hand. Hand. 1, 2. Goed zo. Nou, volgens mij vind jij deze ook wel leuk, hè? Alleen dus voor jou is het nog een beetje te groot allemaal, hè? Oh, ja. Voor Luxie is het wederom weer iets te groot allemaal. Dus dit speeltuintje is vooral leuk voor jullie leeftijd. Zie je dat? Luxie, die kan er niet zo goed bij, hè? Ik had een ijsstok. Lucilla, die kan hier ook heel goed klimmen. Oh, ik ben natuurlijk heel slimmer. Ja. En Luxie kan alleen maar van de paal rondjes draaien, hè? Kijk, maar daar komt Lucilla aan. Ja, daar komt Lucilla. Oeh, goed zo. En Luan kan over dit parcours lopen. Kun jij dat ook, Lucilla? Of heb jij iets te korte benen? Ja, Luxie heeft er niet zoveel aan. Kan jij het wel, Sil? Ja, Lucilla kan het ook. Luxie, die loop je naar de trapjes toe. Maar als je een grote zus meeneemt, dan is het wel een leuke speeltuin. Oh, ook een hand. Met een beetje hulp. Dus wij geven deze speeltuin een... Een dikke duim omhoog. En Luan wil er een cijfer bij geven. Wat geven we? Ik wil een cijfer. Dat vind ik makkelijker. Ik wil ook wel een 8. Een 8. En jij een? 10. En jij een 10. Oké, nou op naar het volgende speeltuintje. En hier hebben we ook lekkere aardbeidjes mee. Hey, mama. Wow. Kijk, dat is een hinkelpot. Zetten we hier even neer? Oh ja, hebben ze hier ook een hinkelpot? Ja. Dat is ook leuk. Alsjeblieft. Een lekker aardbeidje en een banaantje. Volgens mij kan Luan er geen genoeg van krijgen, hè? Nee. Die zit nog steeds in de speeltuin. Nou, Luan, ook nog even lekker een braampje. Laatste braampje, jongen. Mm-hmm. En zullen we dan zo weer verder gaan? Ik wil één donut. Oh, maar die is voor het volgende speeltuintje. Oh. Boefies. Dat is een donut. Nou, dan gaan we weer. Zeg maar doei, speeltuin. Was een leuke speeltuin. Op naar de volgende. Kijk, daar ergens tussendoor. Daar ergens moet ook een speeltuintje zijn. Maar volgens mij is deze niet open. Ah, dat is jammer. De speeltuin waar we net waren, die was dus gesloten. En ik ben nu even aan het kijken. Ik heb even op Google een andere speeltuin gevonden. En dat is Wezenlanden Kinderboerderij. En als het goed is moeten we hier ergens zijn. Maar ik ben nog eventjes aan het zoeken, jongens. Dus het is nog even een verrassing. Goed? Ja. Het is wel een mooie route, jongens. Zie je dat? Ja. Op zoek naar een speeltuintje. Hier ergens moet het zijn. Volgens Google. Gaan we een heel mooi brugje over. Kijk. Zien jullie dat? Dat is een mooi brugje. Maar nog geen speeltuintje. Ah, ik denk dat ik al wat zie. Nou hoop ik dat die open is. Het is namelijk een kinderboerderij met een speeltuin. Dus ik hoop dat die open is, jongens. Oei. Hier zijn we aangekomen. Bij een kinderboerderij. En daar zie ik een speeltuintje. Dat is jammer. Kijk eens. Deze speeltuin is ook dicht. Nou, die speeltuin is dus dicht. Maar je kunt wel een hele mooie pauw kijken. Kijk eens, Luxie, in deze kant. Hier, wat is dat? Dat is een mooie pauw. Zien jullie dat? Het speeltuintje bij de kinderboerderij was dus ook dicht. En we gaan dus even kijken, want ik zag daar ook nog wel wat andere dingen. En dat is volgens mij wel gewoon waar je op kan. Dus het is nog wel eventjes een uitdaging om een speeltuintje te vinden hier in de omgeving. Natuurlijk ook wel logisch met corona. Oh ja. Kijk, en daar gaan we dus niet heen, kinderen. Kijk eens, kinderen, hoe druk die speeltuin is. Er zijn allemaal mensen daar. Omdat dus andere speeltuintjes dicht zijn, is iedereen dus naar deze gegaan. Het is allemaal mensen in de speeltuin, zie je dat? Ja. Hé, dat is wel jammer, hè? Ja. Daar zijn dus ook allemaal mensen in de speeltuin. Nou, daar gaan wij natuurlijk nu dus niet heen, omdat het gewoon niet handig is. Kun je geen 1,5 meter afstand houden.
Dus het is nog best wel even een uitdaging, jongens, om met, met de coronacrisis naar speeltuintjes in de buurt te gaan. Drie speeltuinhal. Er waren meer families van plan. Oké, okay, mama gaat gewoon weer doorfietsen totdat we ergens weer een speeltuin... We hadden gewoon echt geluk dat dat speeltuintje, dat dat niet opviel waar we toen straks waren. Er was een speeltuintje een beetje in een woonwijk gestopt. Ja, dat viel blijkbaar niet zo op. Maar we gaan gewoon weer verder zoeken, goed? Fietsen gewoon nog even door. We hebben de bakfiets geparkeerd en we hebben hier een lekker plekje gevonden. Even een picknickje. Het is wel geen speeltuintje, maar wel een mooi plekje. En kijk eens, jongens. Donuts. Oeh, dat is lekker, jongens. Even een lekker donut eten hier op een grasje, hè. Jongens, helaas pindakaas. Geen speeltuintje meer gevonden. In ieder geval geen speeltuintje die open was en waar geen kinderen waren. Dus onze zoektocht naar speeltuintjes houdt een beetje op, of niet? Mama heeft natuurlijk ook de broodnodige boterhammetjes meegenomen. Ja. Ja, dat is lekker. En wil je een boterhammetje? Ja. Eet smakelijk. Oh, heerlijk. Lekker. Mag ik ook leuk? Lekker zo'n beetje. Nou, we hebben hier heerlijk gepicknickt. Ik heb het laatste aardbeidje nog. En de helft van mijn broodtrommel is opgegeten door een hond. We zaten hier te picknicken, komt er een hond aan en die pakt zo het brood uit de broodtrommel. Dus ja, we gaan zo weer lekker naar huis. Mevrouw. Wilt u iets, zou ik wat nieuwe brood ophalen? Ik ben nu in de buurt. Ja. Nee, hoeft niet hoor. Ik ga zo naar huis. Die vrouw zei van, oh, zal ik even brood bij mij thuis ophalen? Ik woon hier in de buurt. Ik zei, nou nee hoor, ik ga zo toch naar huis toe. Dus met de lege broodtrommeltjes hadden we wel wat brood op. Ze hebben natuurlijk ook een donut op, dus ze hebben wel wat gegeten. Maar gaan we weer naar huis toe. Papa die belde, die was weer thuis van zijn afspraak. Die miste ons. Die heeft zijn boekhouding en alles weer gedaan. Ook gewoon gewerkt achter de schermen, jongens. En natuurlijk is het vakantie, maar wij werken natuurlijk wel gewoon. Dus Daniel heeft weer van allerlei dingen gedaan. Afspraken gedaan. En dan gaan we zo weer lekker naar huis toe, jongens. En weet je wat een goed idee is? Nou? Ik denk dat de allerleukste speeltuin gewoon lekker bij ons huisje is. Ja. Denken jullie ook niet? Jawel, hè? En Luxie die is met mijn fiets aan het spelen alsof het een soort speeltuin is. Kijk. Luxie, ben je op de fiets gegaan? Ben je dat een leuk klimrek? Hallo. Mooi speel heb je daar. Ja, hoeft helemaal niet naar een speeltuin, hè? We gaan gewoon met mama's fiets spelen. Nou, we gaan een picknickkleedje weer inruimen. En dan gaan we weer lekker in de bakfiets op naar huis. Luxie, ik heb snoepjes laten liggen. Och, Luxie. Heeft Luxie met de snoepjes gelopen? Ja. Luxie. Hé, hey, heb jij een snoepje gepakt uit mama's tas? Heb jij een snoepje gepakt uit mama's tas, Divi? Eigenlijk had ik het. Heb jij dat gedaan? Oh, dat is wel lief dat je dat toch zegt. Dat ik niet de Luxie beschuldig. Nou, we gaan het picknick tasje weer even opruimen. Ja? Wil je eraf? Ja. Mama, hand? Mag ik een snoepje? 1, 2. Ja, je mag wel een snoepje. Omdat je zo eerlijk bent geweest dat je snoepje hebt gepikt, mag je nee. Jij ook een snoepje? Nou, allebei nog een snoepje. En dan gaan we op naar huis en papa die mist ons. Ja? Ja, het is trouwens hier wel een heel mooi plekje. En hier konden we wel even lekker 1,5 meter van elkaar afzitten te picknicken. Je bent niet die oude vrouw. Hm? Nee, ja, die oude vrouw met die hond, die hond hield geen 1,5 meter, hè? Nee. Die zat opeens zo in de boterham. Ik zat met papa te bellen en opeens zei Lucilla, mama, je boterham. En toen was mijn boterham weg. Ja. Oh, moet ik het snoepje even openmaken? Luan die zorgt voor de airconditioning in de bakfiets. Hè, Lu? Die heeft daar de waaier. Je hebt ook de airconditioning in de bakfiets, het ijsje. Ja, mooi. Wij verlaten het lekkere picknickplekje en we gaan weer terug naar huis. Kijk eens, over het mooie bruggetje. Op naar huis. Dag, mooi parkje. Wij gaan lekker naar huis toe. We gaan dus naar huis en papa die is daar ook. Nou jongens, en we zijn weer... thuis. Kom. Een cadeautje. Ja, maar ik ga nog iets doen. Voor moederdag? Ja. Oh, dit is 1. Oh, en dit is 2. Kan je het doen? En Luan eruit. Wie zijn er weer? Mijn kroost. Hey. Hallo, was het leuk hè? Was hartstikke gezellig hè? Ik zag jullie fotootjes net met videobellen, maar dat zag er cool uit daar. Ja, leuk hè? Nou, ik ga alles met jullie bekijken en Luxie gaat even lekker middag slapen. Slaap lekker, Luxie. Zo. Zo, we zijn weer een tijdje verder. Luxie heeft lekker haar slaapje gedaan. En ze is inmiddels weer wakker, hè, schatje? Heel lekker aan het springen met haar trampoline. Hoi. Hoi. Mama, kan je ook
Hey, en ik heb lekker een chocolaatje. Wie lust een chocolaatje? Oeh, lekker chocolaatje. We hebben zeg maar de trampoline hier neergezet omdat we daar de césaire willen gaan maken. Zodat we een beetje kijken. Tuinkamer. Tuinkamer. Kan Luxie al zo goed springen? Kijk dan hoe goed Luxie kan springen. Goed zo, en dan op de billen weer staan. Onze oeh, goed zo, Luxie. Ja, met je mooie lange jurk. Lijkt me moeilijk zo draaien, hoor. Oeh, Lucilla is een echte ballerina. Oh, jongens. Oh, chocola. Meisjes, we houden alle drie houden wij heel erg van chocola, meisjes. Oeh. Onze eigen tuin is toch de allerfijnste speeltuin die er is, hè? Ja. En Luan die heeft een lekker snoepzakje, want Luan die is niet zo gek van de chocola. Nee. Luan, maar wij eten lekker chocola, moet wel opschieten, zie ik. Nee. Anders dan smelt het. Hier is de speeltuin wel open, overal was de speeltuin niet open. En als er een speeltuin open was, dan was die helemaal druk. Dus uiteindelijk hebben we maar één speeltuin beoordeeld. Eigenlijk moeten we nog een keertje terug, hè. Als de corona over is, dan gaan we nog een keertje het overnieuw doen, hè. Dan gaan we nog een keer overnieuw heel veel speeltuinen testen. Zal papa eens gaan eten maken? Gaan macaroni met rode saus? Of nee? Wat wil je dan? Pizza? Zullen we zelf pizza maken? Zelfgemaakte pizza? Of de spaghetti soep, de welbekende spaghetti soep. Nee, ik wil zelfgemaakte pizza. Zelfgemaakte pizza. Priscilla en ik... Oh, gaan een potje spelletje doen. Met deze superleuke kaarten. En het zijn kaarten, er staat op... Het is heel grappig, maar op al deze kaarten staan exact dezelfde figuurtjes. Alleen, ze zijn niet allemaal even groot. Mama, kijk. Ja, Luxie, kom maar kijken. Pop ligt boven. Oké, mama, we gaan eerst een potje. En wie degene wie het eerste dubbele ziet, die mag de kaarten hebben. Ja? Die. En die. De muziek nodig. Ja. Ja. Goed zo. Ik had hem niet gezien. Die. En die. Zebra, zebra. Oh, de zebra. Ja, ik had hem niet gezien. Ah, ik heb hem. Maar ik weet niet. De auto. Oh ja, de auto. Ik zag hem al. Net iets later dan jij. Spinnenweb. En... Nou jij weer. Kom. Poppetje. Ja, een poppetje. Goed zo. Het vuurtje. Vuurtje. IJskortje. IJskortje. Hey, joh, pop even in je eigen kinderwagen, Luxie. Is die moe? Ja. Oh ja, dan moet hij even slapen, hè? Even lekker een bedje. Dit. Ja, met de rits dicht. Ja. De eigen wandelwagen. Luxie. Goed zo. Boom. Tot ziens. Stoel. Ja, dat was de stoel, ja. Ja. Oh, kijk eens, mooi. Dankjewel. Mam, twee achter... Je kan er allebei achter, achter je oor. Nee, die bij onder andere oor. Nee, maar dat staat niet mooi. Wel. Wat? Is dat eigenlijk best mooi? Leuk! Mooi, dankjewel! Er valt één. Leuk, dankjewel! We hebben heel mooi. Één geplukt. Ga je meedoen met het spelletje? Ja. Ja? Je had het nog even bij de Escher gehaald voor jou. Ja, dat is een aardbei. Ik dacht, oh, die is nog voor Luxie. Ja. Die neem ik wel mee. En een banaan. Kan je zeggen banaan? Maan. Banaan, goed zo! Ik zeg maan! Ja. Maan. Ja. En een peer. Peer. Zeg maar peer. Peer. Goed zo. Ik reken hem goed. Ik reken hem ook goed, Lux. Ja, echt goed. Ik heb twee kaarten, hè? Wie het eerst twee dezelfde ziet... Oh, ik kan het zien. Oh. Wie het eerst twee dezelfde ziet, die moet het zeggen, hè? Wie het snelste is. Daar komt hij. Ja, poppetje. 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 Haha, hij is erbij. Nee. Ja. Daar komt hij. Ja, lief heersbeestje. Nee, mama heeft die kaars. Kaars? Ja, kaars. Ik zag hem niet, waar? Oh ja, de kaars. Heel goed. Heel goed. Volgende, Lu. Druppel. Ja, goed zo, Lucilla. Druppel. Ja, liefie. Wat is er, schatje? Mama, kijk. Wil je in je keukentje? Het naar je keukentje toe of naar je kassa? Wil je binnen mee gaan spelen? Lamp! Ja, goed zo! Meja! Meja, ja, Meja. Mama neemt mee. Ja, kijk eens als jij die vasthoudt. Ja, neem mama dit voor jou mee naar je keukentje. Ja. Aan elkaar. Ja, ham.
Mama. Ja, ja, ham. Is een peer en appel. Ja, heel goed. Ja. En dat peertje op elkaar. Zo, en de aardbei. En dan ga je het allemaal weer snijden. Goed? Nou, succes. Doe maar snijden. Oh, hij zit niet goed. Ik zie het. Zo moet hij. Goed gaan. Zo, doe maar. Oh, ja, dat is een broodje van een andere. Kijk eens wie daar aankomt. Luxie. Oh, heb je alles gesneden? Wat goed gedaan. Banaan. Meloen. Dat was een lekker fruitbakje. Goed gedaan. Ja, banaan. Banaan. Ik ga ook weer een knoppen binnen. Ga je er helemaal uit? Ga je door het raam? Het raam staat open, ja. Het raam staat open, ja. Ik zie het. Oh, daar komt Luxie weer aan. Luxie. Oh, ik ga weer naar het winkel. Hey, Luxie. Haal je het hele winkeltje naar buiten? Oh, schatje. Och, kijk toch eens allemaal. Wauw. Ja. Toet. Oh, moest dat even toetoet? Even aan de kant. Was, het winkel, was je winkeltje zo vol? Zo, Ja. Waar mag ik kopen? Oh, dit is een puppy lemon. Doei. Doei. Dag, Luxie. Doei. Doei. Handig was een auto. Boodschapjes achterin. Doet doet. Doet doet. Hoi. Hoi. Ik heb ook 25. Nou, tik hem aan, jongen. Box. 25. Goed, man. We hebben allebei gewonnen. Mama. Hey. Ik krijg opeens een idee. We zitten hier samen het spelletje te doen, maar we zitten in de schaduw. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan deze bank, die hoek, in die hoek zetten. Want daar hebben we nog zon. Zetten we de glijbaan weer in deze hoek. Dan kijken we ook niet tegen het trampoline aan. Goed idee. We gaan het even uittesten. Zo, ja. Glijbaan daarheen. Zo. Mama, je zit me wel na te denken. Oh, ze zit een rotje achter. Ja. Ik zie je. Gaan die rotsen meteen opduiken? Oh, mam, wat doe je? Oh, jongens. Wat? Ben je hier nou? Echt heel sorry. Ah. Ja. Mooi. En. Alleen achter die bank lag wel heel veel rotzooi. Kunnen we meteen ook die rotzooi even opruimen? Zie je dat? We moeten even kijken of we door die deur kunnen, want die kan ook open. Ik weet alleen niet of die open kan. Nee, hij kan ook open. Het is toch gelukt om eventjes de bank aan de andere hoek te zetten, zodat we daar meer zon hebben. En daar hebben we nu de glijbaan in gezet. Die kun je alleen maar niet zo makkelijk meer door de achterdeur heen. Maar goed, het maakt niet zoveel uit, want daar maak ik toch niet zoveel gebruik van. En als we er een keertje doorheen moeten, dan zet je gewoon even de bank aan de kant. Maar kijk, als ik dan hier zit, Sil, dan heb ik nu nog zon. En anders had ik nu al in de schaduw gezeten. Dat is lekker, hè? Ik voel me een beetje nieuw. En dan, ja, voelt een beetje nieuw, zegt Lucilla. Dan hebben we daar de trampoline en daar de glijbaan staan. Dan hebben we nu nog een beetje zon.
Kijk, we hebben even alvast de meubels achter in de tuin neergezet. Omdat hier dus die tuinkamer gaat komen. Dit hele gedeelte wordt dus overdekt. Waardoor we echt 30 vierkante meter ruimte erbij krijgen. Overdekt. En daarachter is dan natuurlijk nog een klein stukje achtertuin. Maar we hebben natuurlijk ook nog onze voortuin. Deze voortuin. Waar we natuurlijk ook heel veel gebruik van maken. En de kinderen die spelen heel veel buiten. In dat opzicht krijgen we zo iets meer ruimte in ons huis. Ook nog wel eens de vraag krijgen. Zo Faradijn, waarom ga je niet gewoon verhuizen als jullie groter willen wonen? En dat soort dingen heb ik al vaker in video's verteld. Maar Daniel en ik hebben echt al, anderhalf jaar of zo, dat we nu echt al huizen kijken. En we hebben ook al best wel veel huizen bezocht. Buiten de vlog om hebben we dat allemaal gedaan. Als wij een volgend huis willen gaan kopen, dan willen we echt wel een huis kopen waarin we altijd willen blijven. En niet waarin we maar een paar jaar willen blijven en dan weer moeten verhuizen. Dus we moeten echt aan onze droomwensen voldoen, het volgende huis. En dat is gewoon nog niet op ons pad gekomen. Op een gegeven moment werd het een beetje een frustratie iets. Heel veel huizen wezen kijken, maar bij alle huizen, hoe mooi groot ze ook waren. Grote tuin rondom, ook vrijstaande huizen gekeken. Maar ook jongens, dat we laten ons niet verleiden door groter en mooier. Het plekje waar ons huis, waar we nu in wonen, staat, is zo uniek. Zo uniek. Ik denk dat jullie het ook wel in onze vlogs hebben gezien. Het vrije uitzicht wat we hier hebben voor ons park. Het vijvertje waar we de vijver waar we de kikkervisjes uit hebben gevangen. Waar we ook lekker kunnen zwemmen in de zomer. Waar je het strandje hebt. Het parkje, de koetjes, de schaapjes in de wei. Drie speeltuintjes hier rondom ons huis. Kinderen, buurtkinderen mee te spelen. School op fietsafstand. Winkelcentrum op fietsafstand. We zitten niet ver weg van de binnenstad van Zwolle, waar ik vandaag nog ben geweest. Dus in dat opzicht ligt de ligging van ons huis waar we nu wonen, is gewoon zo ontzettend goed. En dan is het heel moeilijk om weer een ander huis, een beter huis te krijgen op precies zo'n mooi plekje als waar we nu zitten. En dan hebben we toch nog zoiets van, joh, de kinderen zijn nog zo jong en hun vinden het dan ook een heerlijk huis. Het is echt ons thuis, dit huisje. En misschien hebben we wel iets te weinig ruimte binnen ons huis. Ook omdat de kinderen nu groter worden. Maar laten we dan een tuinkamer aanbouwen. Waardoor de kinderen wat meer speelruimte krijgen. En ze niet hier binnen in huis, vooral ook op regenachtige dagen. Dat ze dan niet op elkaar de lip zitten, zeg maar. En niet het speelgoed. Je kunt geen treinenbaan meer in de kamer bouwen zonder er overheen te vallen, zeg maar. Want de keuken is natuurlijk ook niet heel erg groot bij ons. En dat maakt ons ook helemaal niet uit. Iedereen heeft een eigen kamer. We hebben gewoon 4 slaapkamers. We hebben een prima badkamer. Het is echt niet heel groot en riant en groot. Maar dat hoeft voor ons ook niet echt zozeer op dit moment waarin we nu leven. En zolang wij nog niet het droomhuis hebben gezien, waarvan wij, Daniel en ik, echt allebei een wow-factor hebben. En het niet helemaal voldoet in ons wensenlijstje. Kiezen wij er toch nog gewoon voor om gewoon tevreden te zijn met het huis wat we hier hebben. Wat ook heel erg fijn is. En gaan we gewoon een tuinkamer aanbouwen. Waardoor we iets meer ruimte creëren in ons huis. En ja, daar zijn we voor de komende paar jaar ook gewoon prima en zoet mee. Dus dat is eigenlijk de reden, jongens, waarom we niet nu gaan verhuizen. Gewoon omdat we nog geen ander, mooier, groter, beter droomhuis hebben gevonden dan het huis waar we nu wonen. Omdat we hier eigenlijk heel erg fijn wonen. Dat even gezegd te hebben. En dan breng ik me meteen bij het volgende. Inmiddels is het al tijd om avond te eten. En vanavond ga ik weer zelf lekker pizza maken. Dat vroegen de kinderen. Ik vind ze altijd super lekker. Dat gewoon lekker simpel ook. Tomatenpuree erop en dan groentedoek erop en dan wat salami en wat geraspte kaas. En dan leg ik het in de oven en dan hebben we een heerlijke, lekker zelfgemaakte pizza. Dus dat ga ik nu even maken. Zo, de eerste pizza die zit in de oven. En de kinderen die zijn buiten kralenkettingen aan het maken. Volgens mij heeft het iets met moederdag te maken. Dus ik moet vloggen zonder dat ik kijk. Jullie mogen het al wel zien. En mama mag niet kijken, hè? Nee. Oké, mama kijkt niet. Jullie mogen het wel zien. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn kralenketting aan het maken. Oeh. Mama, we spreken. Oh, nee, ik spreek niet. Ik heb ogen dicht. Nou, heel mooi. Succes nog even dan, hè? Ja. Ik roep als de pizza klaar is, hoor. Ja. Ik loop ergens tegenaan. Dat zijn mooie kleurtjes, Luxie. Kijk naar mij. Wauw, mooi. Mag ik een stukje even zien? Klein stuk. Oh, kijk niet. Mooi. Heel mooi. Ik zie niks. Nou, jongens, eet smakelijk. Vond je het nou weer een leuke vlog? Doe even de... Vergeet niet te abonneren, klik op mijn belletje. We zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem. Boem boem mee, dans mee.